Dancing Pele Maas wordt mede mogelijk gemaakt door Wijnhuispanningen, Hove de Vriendschap, Les Artiest, Ion Sign, Chic & Shock en Boutique Angelique. De tijd dringt. Nog 1 week voor de eerste dans voor de jury en het publiek. Voor de 11 dansparen geldt maar 1 ding. Stralen en een zo goed mogelijke dans laten zien aan de jury en het publiek. 11 dorpsgezichten dansen met 11 topdansers. Dit is de dansstrijd van de gemeente. Dit is Dancing Pele Maas. Ja. Liefde het verhangen, schijn jullie. Ja, Jan, een lange jurk. Het bestaat je echt niet, hoor. Flat. De vorige keer zagen we de kennismaking van de paren. Ze zijn volop aan het oefenen voor de eerste show, zo ook Ralf Krekels uit Koningslust met zijn danspartner Truus. Mijn naam is Ralf Krekels, ik ben 46 jaar, kom uit Koningslust, geboren uit Panningen, maar ik woon sinds 2000 hier in Koningslust met mijn gezin, met Wendy, 3 kinderen, oudste zoon Quinten, Valentijn en Charlotte. Is onze dochter van 10. Ja. Wat ik in het dagelijks leven doe, ik verkoop snoep en koek. Hobby's heb ik zeker. Omdat ik in snoep en koek en koffie zit, heb ik thuis ook een beetje hobbyachtig iets doe ik met koffie. Dus Ralfies koffie, hè? De naam Ralfies. Ja, zeer toepasselijk. Ja. De dansschoenen gaan nu elke week een paar keer aan en in de garage wordt er geoefend. Een hele eer toen ik gevraagd werd, dacht nou, waarom moeten ze mij hebben, juist uit Koningslust. Maar mijn vrouw zegt gelijk, ja Ralf, dat moet je doen, hartstikke leuk. Ja. En ik moet zeggen, met de groep mensen waar we samen mee mogen werken, nou, hartstikke leuk, onderling. Ja, ja, ik hoop dat ze het leuk vinden. Ja, er zijn natuurlijk mensen die dat toch al via de radio een paar keer gehoord hebben. Dus ik krijg er toch wel dagelijks wel een opmerking over. En vooral Truus is ook een bekend gezicht in het dorp. Ja, we gaan het samen gewoon even fixen. Ja. Vivian, ja. Welkom in de groep. Leuk dat je mee gaat doen. Ja, spannend. Spannend, hè? Nou. Ja, ik zou zeggen, we kiezen een van de heren uit, maar het er is al beslist. Oh. Ja. Ja, klopt wel. Hoi. Hi, Henry. Hoi, Henry. Vivian. Leuk. En met Vivian en Henry zijn alle dansparen compleet. Ik ben Vivian Mone, 42 jaar. Ik woon in Echel, oorspronkelijk afkomstig uit Mayol. Getrouwd met Sander Seelen. En in het dagelijks leven werk ik bij het waterschap Limburg in Roermond. Heel erg spannend. En omdat ik ook in mijn vrije tijd, of buiten mijn werk zal ik maar zeggen, in de gemeenteraad van Pele Maas zit. En daar heel veel tijd in kwijt ben, is best wel moeilijk om tijd te vinden om te repeteren. Dus, ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Een week na de eerste ontmoeting zijn de paren bezig om de pasjes onder controle te krijgen. Iedereen op hun eigen tempo. Kweken, kweken.
Ja, hard werken. Ja, ik ben gevraagd voor dit programma mee te doen en enthousiast ja gezegd, maar dus ja, toch wel een paar keer in de week zijn we goed aan het oefenen, ja. Ja, het Roes? Ja, we doen ons best. Ja. Meer kunnen we er niet van maken, dus met een grote portie humor proberen we het tot een goed einde te brengen. Het begint een beetje spannend, maar naarmate het oefenen beter gaat, het routine wordt steeds leuker. Het is echt super leuk en ja, we lachen het af. Het gaat heel vaak fout, maar dat gaat ook heel goed. En ja, we zullen wel zien, het is rete spannend. Het is flink zweten en ze pikt het gewoon kei goed op en het is gewoon kei leuk. Quick ernaast. Heen en weer. Stap, tik, stap, drie naar achter, slow, slow. En quick, korte promenade. Quick. We gaan de tango doen, dus we hebben er veel zin in. En met Robert aan mijn zij gaat het helemaal goed komen. We gaan op bezoek bij Angelique. Zij vertegenwoordigt Grashoek. Ik ben Angelique Verstegen, woon in Grashoek. Ik ben getrouwd met Roel Verstegen in september afgelopen jaar. Ik heb 2 dochters, Bo en Fee. Ik heb een stiefdochter, Sharon, die woont ook nu bij ons thuis en dat maakt het vijftal compleet. Zoals je ziet hier in mijn salon ben ik dagelijks bezig met schoonheidsbehandelingen, massages, ayurvedisch en wimperextensions plakken. Dus de wimperverlenging is het eigenlijk. Sowieso is dit een uitgelopen hobby, dus mijn werk is eigenlijk een uitgelopen hobby. Daarnaast eten wij heel graag heel lekker. Vrijdagavond is voor ons lekker van ons en ook samen gaan wij een hapje eten ergens. En ja, wij houden van feestjes en dansen en leuke dingen doen. Ik vind het leuk, ik ken een x-aantal mensen in de Grashoek. Maar ja, ik hoop na dit gebeuren dat Grashoek aan mijn voeten gaat liggen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ja, ik hoop natuurlijk dat ze allemaal uit hun dak gaan. En dat wij trots mogen zijn op wat we neer gaan zetten. En dat Grashoek daar net zo over denkt. Niet alles loopt volgens schema. Tijdens het oefenen zit Noortje er even doorheen. Ja, dat was een moeilijke tijd, hè? Het was zeer moeilijk. Ja, Noortje zag echt helemaal niemand zitten, nee. Dus... Maar op zich, ik heb ze even er doorheen gepraat en het is helemaal goed gekomen. Ja, hé. Nee, gaat niet. Wil er niks, Noortje? Nee, gaat niks weer. Nee? Niet alleen bij Noortje is het soms even zoeken, ook bij de andere paren slaat de twijfel wel eens toe. Niet te snel gaan. Rustig de maat blijven volgen. Dat is de uitdaging voor mij, rustig. Erg leuk. Ik dans heel graag. En nu krijg ik de kneepjes van de tango krijg ik geleerd van Debbie. Het is even aanpoten, maar ik vind het erg leuk om te doen. Ja. In 1 avond tijd 3 figuren geleerd. Dus ja, dat is echt heel knap. Het is maandagochtend. De kapsalon van Maurice is nog leeg, maar dat betekent niet dat er niet gewerkt wordt.
Ja, ja, wij dansen gemiddeld 4 keer in de week. Maandagmorgen om 9 uur staan we in de zaak die gesloten is te dansen. En dan tussendoor, ja goed, je kunt een beetje regelen, dat lukt wel. Maar doe graag. Als je het graag doet, doe je dan maak je plaats. Hij laat echt wel op de techniek. Hij vindt het belangrijk om de puntjes op de i te zetten. Vind ik ook heel belangrijk, dus ik heb echt geen klagen. Ik vind dat Marijke mij heel goed ondersteunt en heel goed helpt in het bedenken van een mooi programma, zoals ze dat noemen in de dansscene, heb ik geleerd de afgelopen weken. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Ja, of het zo blij is dat ik altijd een beetje push, maar... Ja, nou ja, dat houdt me op het rechte pad. Het helpt wel. Nee, ik sta niet dagelijks te dansen. Nee, dat klopt. Ik begeleid mensen na een overlijden van een dierbare tot de dag van de uitvaart en daarna. Leo Spreeuwenberg is de deelnemer namens Maasbree. Hij is een bezige bij. Mijn naam is Leo Spreeuwenberg, Kessels. Ik ben 32 jaar oud, getrouwd, geboren en getogen in Maasbree. Ik ben uitvaartverzorger. Ik ben vrijwilliger bij Kindervakantiewerk Maasbree. Daar zit ik in de hoofdleiding, zeg maar stichtingsbestuur. En daar organiseren wij elk jaar voor ongeveer 550 kinderen een week lang sport, spel en plezier. En ja, daarnaast zijn er ongeveer 1000 vrijwilligers die die week helpen om, ervoor te zorgen dat de kinderen een leuke week hebben. En daar zijn wij het hele jaar mee bezig. Toen jij belde, toen dacht ik, is dat wel iets voor mij? En met name omdat het op televisie kwam, want ik vind het hele initiatief vind ik hartstikke leuk en ik geniet er ook van. Dus ik vind het heel erg leuk en ja, ook mooi dat ik inderdaad Maasbree mag vertegenwoordigen. Ik denk dat ze het mij wel vinden passen, want ik ben wel iemand die af en toe ervan houdt om wat anders te doen, laat ik het zo zeggen. En ik hoop natuurlijk dat ze het goed en mooi vinden en allemaal gaan stemmen voor ons eigen dorp, want daar doen we het uiteindelijk voor. Naar de muziek luisteren, maar dat gaat al steeds beter. Ja, we moeten kunnen dromen straks. Absoluut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dus die pasjes die zitten ergens heel diep verstopt, een beetje nog. En de houding, dat is een beetje lastig. Maar ja, aan de andere kant is het ook een leuke uitdaging. Hè? Nou, ik vind op zich dat ze het eigenlijk vanaf het begin af aan best goed oppakt. We hebben een hoop lol samen. Natuurlijk is het af en toe diep graven. Dank het was allebei even een tijdje geleden dat we gedanst hebben. Maar ja. Het zit nog wel ergens en het komt alweer naar boven. Ja, dat, het is leuk. Gelukkig, ja. Gelukkig. Ja. Het is hard werken. Het is heel hard werken. Mm-hmm. En voor Sjan is het allemaal heel nieuw. Mm-hmm. Maar ze is heel fanatiek en dat is heel leuk. Of wij steken heel veel tijd in de basis, want als de basis goed zit, dan komt de rest vanzelf. Dan volgt het allemaal heel makkelijk. En voor haar is het heel belangrijk, zoals voor Sjan dan in dit geval, is het heel belangrijk om de man te kunnen volgen. En dat is salsa eigenlijk. Hè. De man geeft de leiding en dan de vrouw moet het volgen. En dat is wat wij eigenlijk aan het oefenen zijn. Ik laat me niet makkelijk leiden natuurlijk. Ik ga mijn eigen gang. Op donderdagavond geen dansen voor Sjaan, want dan staat de wekelijkse repetitie van Mingelmoos op het programma. Sjaan van Horen,
uit Beringen natuurlijk. Getrouwd met John Timmermans en twee kids. En die zijn al heel lang uitgevlogen. Ik heb 4 kleinkinderen. En druk leven, werken en verenigingen. Ik werk 15 uur hier bij de Wiekslaag en dorpscoöperatie Steinboot. Ik ben de enigste werknemster van de Wiekslaag die betaald wordt. En ik werk ook nog 12 uur bij Cultuurpad in Panningen. En dat werk bestaat hoofdzakelijk uit vragen van basisscholen uit 4 à 5 gemeentes. Ik heb mengelmoes dus en dat is al 31 jaar. En ik heb de vrouwenvereniging, Eigen Wies noemen we ons. En er zijn nog zoveel dingen waar ik altijd mee bezig ben. Dus erg druk eigenlijk wel. En ja. Je vindt altijd wel iets? Ja, meestal vind ik wel iets. En ik kan ook niet heel erg makkelijk nee zeggen. Dat is het, denk ik. En dat is het, ja. Dat is het, ja. Dus dat valt niet altijd mee. Ik denk dat ze denken van, oh, daar gaat die Sjaan. En met haar 65 jaar gaat ze nog allerlei capriolen uithalen. Ja, dat denk ik. Dat er, ja. Maar ze vinden heel veel, als ik het vertel, vinden ze het ook heel erg leuk. Nou, ik moet 2 nieuwe knieën en dat stond eigenlijk op de planning. Maar ik heb gezegd, ik ga met Renate toch dansen, hè? Ik wil dat graag doen. Dus elke keer als ik Renate zie, pak ik paracetamol en dan gaat het hartstikke goed. Toch gaat niet alles zonder horten of stoten. Tijdens een van de repetities krijgt Renate een vervelende blessure. Gelukkig schiet collega danser Maurice te hulp met de EHBO-koffer en wordt een ernstige blessure voorkomen. Renate danst echt heel goed. Ik heb al laatst een jaar gezegd, zeg, als jij iets voordoet of als je iets doet, dan ziet het ook meteen heel mooi uit. Ik loop in mijn hoofd alleen maar te tellen. Nee, ze is erg goed. Ze danst heel schielijk, ze is mooi, ze danst goed. Super. Dans op zich niet, maar de houding is al een beetje laag. Zeg, want de bakkers zijn gewend om een beetje krom met deeg staan te rollen. Hè? Ja, ik zit echt dagelijks in de koffiemachine zit de Engelse wals te doen. En ik ben de hele tijd ermee bezig. Dus het houdt me wel bezig, ja. Maar dat is wel hartstikke leuk. Dus. Ja, wat ik merk of zie, ja, op zich is de vorige heel goed. Dat is wel één belangrijk punt. Voeten weg. Ja, je doet de goede kant uit. Alleen af en toe elkaar helpen herinneren van het hoofd links houden. Ja, want af en toe wil ze met het hoofd naar beneden gaan. En dat kan dan niet. Maar op zich, ja, het voeten weg is goed. Misschien een stukje houding. Houding, dat zo onder meer. Schouders laag, ellebogen omhoog. Recht staan en timing. Rug recht en de schouders omhoog. Af en toe te hoog, maar daar oefenen we even op. Ja, ik ben wel van de chaos. En dat is de Engelse wals niet heel erg. Het is wel heel gestructureerd. Het is wel een leermoment voor mij. Ja, zo'n 5-steppen, weet je, wat uitdrukkingen die ik nooit gehoord heb. Ja, dat moet je zo en zo doen. En vooral de houding, hè, want ik ga een beetje zo'n zout. Nee, tango moet je wel fatsoenlijk een beetje rechtop staan. Maar niet te zeer rechtop, zeg, heb je dan. Hè. Dus al die kneepjes natuurlijk. En ja, gewoon het simpele feit dat je moet tango dansen, wat ik nog nooit gedaan heb. En dat kan ze op een hele mooie manier goed uitleggen. Ja. Ja, er zijn diverse mensen die dat weten dat ik meedoe. En ik krijg best wel leuke reacties van, goh, gaan jullie een programma maken met dansen? En doe jij mee? Je moet wel een jurk aan doen, hè? Want anders past dat niet. Dus dat moeten we straks nog even gaan passen, of dat wel lukt, ja of nee. Want ik ben meer van de lange broeken en het doorstappen. Ja, maar die jurk, hè, dat... dus ja. Dat is nog even afwachten. En zo moet Sjaan er, net als de andere dansers aan geloven, ze gaan een jurk of net pak passen.
gehad. Nu de jurken zijn uitgezocht en de dansen onder de knie, komt de eerste show dichtbij. Tijd dus voor een prachtig kapsel en mooie make-up. Alles wordt uit de kast gehaald om de dansers te laten stralen. Ja, het is spannend, hè? Vanavond, morgen mag ik geen pasje verkeer doen. Zit alles er goed in? Ik hoop het. Ik wil nog een beetje oefenen. Maar ik vind het op zijn minst wel bijzonder om hier te zitten. Hoe stond je vanochtend op? Het was heel mooi weer en ik heb mijn handen nog vies gemaakt in de tuin. En toen dacht ik, ja, om 1 uur moet ik hier zijn. Dus eigenlijk redelijk neutraal. Je moet eerst de fundering bouwen, wilde eigenlijk iedereen gaan vlammen. Dus absoluut, ja. En het mooi maken, de haren, de make-up, ja, dat is de fundering. En dan de dansen, dat is de shining van de avond. Ja. Hoe is het met jou? Ja. Nou, heel goed, prima. Ik heb geen zin in. Nee. Ik heb er zoveel meegemaakt. Nee, dat doe ik me niet. Maak me druk om. Dadelijk een kwartiertje van tevoren zal ik mijn kriebels wel krijgen. Maar ja, binnen een minuut zijn die ook weg. Noortje, wat ziet er mooi uit? Ja, dankjewel. Is het zo? Ja, Maurice, is het zo? Ja, moet je Noortje vragen, niet mij. Ben je tevreden? Ja, ik ben helemaal tevreden. Super. Hoe sta je erbij? Straks gaat het gebeuren. Nou, nog heel ontspannen. Ik laat allemaal op me afkomen. Ik hoor dat jij vannacht de hele nacht een dansje hebt gedaan. Ja, Shorty weet veel te veel. Noortje heeft de beker al uitgekozen, want ze weet dat ze gaat winnen. Ik vind het wel heel erg spannend, maar alles er omheen moet toch nog even indalen bij mij. Want hoort dit bij Vivian? Ja, nee. Eigenlijk heb ik gewoon al 10 jaar hetzelfde kapsel. Ga ik regelmatig naar de kap, maar nooit iets heel bijzonders. En op zich vind ik het wel mooi om me mooi te maken. Maar ja, dat doe ik dan gewoon meestal even zelf. Ik heb ook al 10 jaar dezelfde kleur lippenstift. Dat soort ideeën. Je ziet hier gewoon een familie ontstaan. Dat is echt waar. We kennen elkaar totaal niet en hier ontstaat gewoon een dansfamilie. Ik denk dat we dan een keer gaan barbecuen. Hoi Truus. Hoi Bart. Hoe is het? Heel goed jongen, dank je. Je ziet er geweldig uit. Het gaat bijna beginnen. Ja, nou, ik zie er ook wel naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wel een beetje spannend toch, maar ja, heb er wel zin in. Lekker hè, om zo verwend te worden. Opmaak, haren, lekker. Heel relaxed. Is nu eigenlijk wel anders. Ja, want wanneer is de spanning het hoogst, denk je? Ik denk straks, als we beginnen, denk ik. Wat voel je dan? Ja, de maag overhoop en zo, weet wel. Ja, ik ben toch wel een beetje nerveus. Hoe dat kan, weet ik niet meer. Met de appjes vanmorgen, ik dacht, no. Hè? Het is wel een beetje spannend. Nu nog even tijd voor bezinning, even rust. Ja, ik zal proberen mijn best te doen. Dankjewel. Je bent de laatste dagen een beetje ziek geweest. Ik had last dinsdag en woensdag echt gevelde de griep. Ja. Ja, lekker koorts, nood in de benen, is helemaal weg. En nu? Ja. Helemaal weg, ja. Helemaal net op tijd klaar? Ja, precies. Ja. En wat ben jij aan het doen? Ik ben de make-up aan het verzorgen. Dat zie je. Ja. Nou, ik ga eventjes een overdreven make-up maken, hè, want het komt vaak op televisie. En dan mag het er natuurlijk wel een beetje uitspringen. Hè, dus daar gaan we voor zorgen. Ja. Ja, Angelique, druk bezig. Ja. Danspas je het ondertussen nog even in je hoofd? Nee, ik denk dat die wel zit. Tenminste, zo ik. Vanavond gaat het gigantisch fout natuurlijk. Ja, als het er nu niet in zit, dan weet ik het niet meer. Komt het er niet meer in te zitten, ja. Denk ik. Hè.
Nee, maar ja, dit is ook leuk om te doen. Het is de andere kant, hè. Dus, en ze zijn allemaal gemakkelijk en gewillig en ze vinden alles prima en leuk. Dus super. Klopt het nu dat je je haren geverfd hebt in de kleur van je jurk? Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Gisteren al. Ja. Is goed gelukt. En ja, ja, ja. En de andere kant, er zit nog glittertjes. Het zit helemaal vol. Ja. Mooi, hè? Ja, het is glitter en glamour. Naar de voorrondes. Kijk hoe ver we komen. En spannend. Vind ik wel, ja. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Het is heel belangrijk voor mij dan, is dat wij komende week echt flink gaan oefenen. En dat wij dan tegen die tijd echt iets kunnen laten zien wat het publiek aanspreekt. We gaan winnen. We gaan ervoor. Dus, we gaan ervoor. We gaan dan ervoor. Wel. Dus, ja. Gewoon alle puntjes op de i nog zetten. En het programma begint nou erin te komen. En nou dus de uitwerking nog. En dan zijn we er zo goed als klaar voor. Volgende week gaat het gebeuren. De eerste 5 dansparen dansen hun dans voor de jury en een volle zaal aan publiek. Wie plaatst zich voor de finale en wie moet zich bewijzen in de dance-off? Je ziet het volgende week bij Dancing Pela Maas. Dancing Pela Maas werd mede mogelijk gemaakt door Wijnhuis Spanningen, Hoven de Vriendschap, Les Artiest, Ion Sign, Chic & Shock en Boutique Angelique.